ben 28 jaar. Ik heb nog een vader en moeder, twee oudere broers van 31 en 33. En ik woon sinds 3 jaar samen. Fijne herinneringen heb ik aan de sporttijd van vroeger. We hebben altijd met kunstzwemmen heel fanatiek gezwommen. Deelgenomen aan Nederlandse kampioenschappen, Nederlandse jeugdkampioenschappen. En zelfs een keer meegedaan aan een internationale wedstrijd in Zwitserland. Ik werk als lerares op een basisschool. Dat doe ik nog ongeveer 5 jaar. Daar sta ik 2,5 dag voor de klas, voor groep 6. En ik geef 2 ochtenden remedial teaching aan kinderen die dat extra nodig hebben. Ik liep slechter. Ik begon een beetje te waggelen met mijn heupen. Onbekende mensen vroegen, joh, wat heb je met je benen? Waarvan ik dacht van, nou, waar bemoei je mee? Het heeft ongeveer een half jaar geduurd voordat ze erachter kwamen dat ik de ziekte van Pompe had. 22 januari 2007 werd ik gebeld dat ik in aanmerking kwam voor het medicijn. Nou ja, dat was natuurlijk het mooiste verjaardagscadeautje wat je maar wensen kon. 2 jaar geleden waren jullie hier om te filmen. En inmiddels zijn we 2 jaar verder. En is onze eerste wens uitgekomen. 28 mei ben ik getrouwd samen met mijn man Wilco. Het was echt een fantastische dag. We hebben heel veel plezier gemaakt. We hebben gedanst. We hebben djembe gespeeld en allerlei andere trommels. Ik ben stabiel gebleven. En in sommige dingen zelfs vooruit gegaan. Ik sta nog steeds voor de klas van groep 6, 2,5 ochtend en 2 middagen werk ik als rugzakbegeleidster en doe ik met heel veel plezier. Nu ik stabiel ben gebleven, kan ik mijn hobby's blijven doen, kan ik blijven werken en kan ik achter de kinderwagen lopen en voor een kindje straks gaan zorgen. Inmiddels is onze tweede wens ook uitgekomen. En het gaat eigenlijk hartstikke goed.